H30 Villa 32 is een jeugdculturele zone binnen en buiten de stad Mechelen, waar jongeren creëren en presenteren binnen artistieke disciplines en media. Gentenaar 2.0 is een manier om aan Gentenaars digitaal instrumenten te geven om voor zichzelf een website of een app te maken, waardoor dat de stad leuker wordt om in te wonen, te leven en te werken. Ja, met onze co-housinggroep willen wij ons nu al in de buurt bekendmaken en de mensen leren kennen. En we doen dat met recuperatiemateriaal. We verzamelen afval, we recupereren de afval en we maken kunstwerken. Velo is het publieke fietssysteem in Antwerpen, waar dat mensen heel eenvoudig een fiets kunnen nemen in een aantal stations. Daarmee een half uur gratis fietsen en vervolgens de Velo terugplaatsen in een ander station. De Casino is een concertzaal in Sint-Niklaas, in het Waasland, opgestart door een grote groep vrijwilligers die eigenlijk van deze concertzaal een groot gebeuren hebben gemaakt. Het leveren van concerten in Sint-Niklaas. Met ons project als een vis in de stad gaan we plantaardige productie en visteelt gaan combineren. Dus onze visjes gaan uitscheiden in het water. Die voedingsstoffen worden door de planten gebruikt. En op die manier zuiveren zij het water en worden zowel visjes als planten er beter van. Ja, we zijn een beweging die boeren, producenten van voedsel en mensen, groepen van mensen samenbrengt. Zo direct mogelijk. Dus we willen dat die mensen elkaar terug gaan leren kennen, dat die elkaar appreciëren, dat er een soort vertrouwen groeit. We doen dat zo direct mogelijk en er is een naam voor, dat is de Korte Keten. SMOG-VZW is een kunstorganisatie die in Gent een fabrieksgebouw huurt. En in die fabriek willen wij een open hangplek voor creatieve kinderen maken. Houdt in dat het de bedoeling is dat er in verschillende plaatsen in Antwerpen volkstuinen opgericht worden waar dat iedereen welkom is. Het is niet de bedoeling van veel opbrengst te maken, maar wel dat de mensen samenkomen en samen iets doen. Sociale Kruidenier is een sociale buurtwinkel gelegen in het Rabot. En die is gericht naar mensen met een beperkt inkomen. Omdat we merken dat ook mensen met een beperkt inkomen door de prijsstijging in de supermarkten moeilijke toegang vinden tot kwalitatieve producten zoals groenten en fruit. Greentrek Leuven wil eigenlijk de Leuvense cultuursector verduurzamen door een lerend netwerk op te richten, zodat organisaties van elkaar kunnen leren, door een traject op te starten rond interne milieuzorg. En we vragen alle organisaties ook om een publieksactie te doen rond duurzaamheid. We zijn eigenlijk voornamelijk bezig met het beleid rond de hondenpoepproblematiek in Vlaanderen. Dus we zijn eens nagegaan welke steden en gemeenten die voeren een hondenbeleid, wat zijn de hiaten, wat zijn de probleempunten. De grootste conclusie was dat eigenlijk elke stad of gemeente zomaar iets doet. Dat er absoluut geen eenvormig hondenbeleid is. En dat is waar dat wij uiteindelijk naartoe willen. De Badboot is een drijvend openluchtzwembad op het eilandje in Antwerpen. En meer bepaald in het Kattendijk Dok. Het is een drijvend en verplaatsbaar openluchtzwembad. Waar je het gevoel krijgt dat je door de specifieke inplanting van de zwembaden echt in de dokken zelf zwemt. En dat is een heel aparte gebeurtenis. Bakfietsdelen volgt de logica van autodelen. Je wordt lid van Cambio en in plaats van het gebruiken van een wagen kan je via hetzelfde systeem op dezelfde plaats een bakfiets delen, bakfiets gebruiken. Vooral je boodschappen, vervoer van kinderen en aanverwanten. Bazaar is een kunstjeugdbeweging waarbij kinderen en jongeren spelen met kunst, erfgoed en alles wat de stad te bieden heeft. Dus de stad is telkens de uitvalsbasis en op dit moment zijn we actief in Leuven en in Antwerpen. Burafabriek is een stadsfabriek die cultuur, onderwijs en economie met elkaar verbindt. Een nieuwe stadsfabriek die een productiecapaciteit nodig heeft, wat dan ook een openbare werkplaats is. Wat u hier ziet is een gewoon stedenbouwkundig plan, waar wij met blokken en kleuren in eerste fase van het project geprobeerd hebben van een aantal functies in te plannen op basis van een brainstorm die wij met buurtbewoners en vrijwilligers van onze VZW gemaakt hebben en die allerhande ideeën op bierkaartjes geschreven hebben. Wel, City Depot is eigenlijk de gemeenschappelijke voordeur, de nieuwe gemeenschappelijke voordeur van de handelaar in de rand van de stad. Handelaars organiseren bij City Depot een gemeenschappelijk afleverpunt. Wij ontvangen de goederen en van daaruit leveren wij op vraag van de handelaar en op maat van de handelaar uit naar de handelaar zelf. Boerenbrood is een Gentse Korte Keten stadspicknick waar de Gentenaar kan in onze pop-up stadsboerderij kan komen proeven van alles wat de Gentse boer en stadsboer heeft geproduceerd.
In de vorm van een buffet met schapen, kippen en alles erop en eraan. Vrij gezellig, vrij lekker en echt 100% korte keten. Wij gaan met een aantal jeugdwerkers, trekken we wijken in en palmen we de betonnen vlakte in. En die proberen we om te toveren tot een fietsvriendelijke ruimte voor kinderen, tieners, jongeren en hun ouders. Het Clip is een project voor meer speelruimte voor volwassenen in de stad, meer bepaald in Brussel. En we proberen speelruimte vorm te geven op verschillende manieren. Door workshops te organiseren waar dan mensen leren hoe dat ze meer spel kunnen binnenbrengen in hun eigen leven. Kinderen eigen hun eigen omgeving toe. We maken een route samen met de kinderen, een route uit banken gemaakt door de kinderen en die plaatsen die op de plaats die ze zelf willen. De speeltuigen worden ontworpen door de kinderen volledig vanuit hun eigen fantasie. La Maison Bilobahus est un lieu de solidarité et d'habitat pour les personnes âgées de la, du quartier Brabant. Et l'idée, c'est d'améliorer les conditions de vie et de logement des personnes âgées. De grote salamis zijn in feite allemaal restproducten die we verwerkt hebben tot iets composteerbaar. Daar groeien nu oesterzwammen op die de kinderen in de kinderwerking gemaakt hebben. En dat is wat wij met ons middelen van thuis in de stad gaan doen. Tuinieren met de kinderen. Het is een arbeidszorgproject. Wij werken met mensen die niet op de gewone arbeidsmarkt terechtkomen. Maar wij willen klassen van derde graad lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs bij ons doen komen om een educatief spel te spelen rond duurzame voeding. Wij zijn vooral een vrijwillige organisatie. Wij werken vooral met sociale woningen, sociale huurders. Wij geven de groenten, plantjes en zo allemaal gratis voor de mensen. TV Ekkergem is eigenlijk het alternatief voor de klassieke kabeltelevisie. Het is de eerste interactieve internationale wijktelevisie. 24 uur op 24 toegankelijk via www.tvekkergem.be.